hecht waarde aan de aarde. Dat de natuur verpest wordt en zo. Omdat de zeespiegel stijgt en de wereld gaat gewoon kapot. Ze zeggen ja, we gaan het doen, maar het gebeurt gewoon niet. Ik vind dat het klimaatakkoord moet wel gehaald worden de volgende keer. En het wordt zo grappig, maar dat is meer een beetje om aandacht te trekken en omdat we hier met z'n allen staan. Maar we staan hier wel gewoon met serieuze zaken. Ook kunnen we een paar politici beïnvloeden en laten zien dat het wel echt heel erg belangrijk is, het klimaat. Dan zou het al helpen en ja, anders komen we volgende week terug. Nou, we zijn aan het staken voor het klimaat, want we vinden dat superbelangrijk en de regering moet een keer naar ons luisteren, want ze hebben onze toekomst in onze handen en op dit moment ziet die toekomst er niet rooskleurig uit, omdat hun klimaatakkoord gewoon veel te slap is en eigenlijk veel te ver vooruit gedacht is. Ze willen pas in 2023 actie gaan ondernemen, dus moet dat veel sneller gaan gebeuren en daarom staan wij hier vandaag. En hoe gaat het vandaag? Tot nu toe gaat het goed. Er zijn echt superveel mensen. Ik denk wel meer dan 3000. Want de mensen vanaf het station bleven maar binnenstromen. En het werd steeds drukker. Dus dat is wel top. Bent u niet om even een lekker dagje vrij van school te hebben? Nee, absoluut niet. Ik moest eigenlijk wel naar school. Maar ik vind het niet erg. Op zich, ik haal die dingen later wel in. Mijn school is best wel progressief, dus ze hebben een mail gestuurd. Als onze ouders dat ondertekenen, dan vinden ze het oké als we absent zijn. Eigenlijk hebben we ook toestemming van school om hier te staan. Dus het is niet echt spijbelen meer. Moet u niet naar school? Eigenlijk wel. Dus u bent hier gewoon met uw kind aan het spijbelen? Daar komt het eigenlijk een beetje om neer, ja. En waarom staat u dat toe? Het is zijn wil en ik heb het ook wel even overlegd met de leerkracht, maar die zei ook, ja, is die echt serieus? Nou, ik zei, ja, hij is de enige in het gezin die ook om die reden vegetariër is, dus hij wilde dit graag, dus ik zei, nou, dan gaan we.